Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Zo, het is vandaag zaterdag. Ponycamp is voorbij. De weekvlog begint weer. Dus welkom allemaal terug. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Rick en ook van Kimmetje met hun weekvlogs. Dat was bijzonder en anders, zullen we zeggen. Tess is lekker even op corona aan het rijden. Ik hoop ook dat jullie allemaal genoten hebben van het liedje. Hoe vonden jullie het? Laat het weten in de comments hieronder. Vergeet vooral niet dat er ook een winactie aan vast zit. En dat je dus... volgens mij word ik nu omver gereden. En dat je dus het petje, het shirt en ook de zonnebril kan winnen. Als jij het liedje uit je hoofd kent en het dansje. Het dansje komt binnenkort ook apart online, zodat je het hele dansje even kan bekijken. Niet galopperen en vervolgens stil gaan staan, Tess. Dat is niet zo'n goed idee. Vroon, die denkt, ik ga wel aan de teugel lopen dan. Ik loop jou wel omver. Dus vergeet niet dat je dat kan winnen op het Horse Event. En we gaan het ook nog doen voor mensen die niet naar het Horse Event gaan. Want het Horse Event kost gewoon geld om een kaartje te kopen. En ik vind eigenlijk dat iedereen wel moet kunnen winnen. Dus hoe we dat in een vat gaan gieten, dat weet ik nog niet. Daar moet ik even over nadenken wat slim en handig is. En kan je het dansje en het liedje aan ons laten zien. Daar hoor je later meer over. Nu gaat Tess even lekker rijden. En nog even samen met Vaatje. Nou, Vaag en Draven, ze waren aan het uitstappen. En hoe vonden jullie vader dance moves? Laat even weten in de comments. En Tess is aan het uitstappen. Het is klaar voor vandaag. Lekker hoor. Nou, daar komen ze hoor. Jut en Jo. Dat doen jullie goed, dames, voor de video zo. Mooi plaatje. Dank u. Hallo Stippy. Het is een hele operatie. En dan ineens je krijgt een compleet nieuw dak. We hebben een heel grote hijskraan. En er komt dus een heel vernieuwd dak. Volgens mij zelfs met zonnepanelen. En een lichtkoepel heb ik me al laten vertellen. En het wordt hoger. Dus heel gaaf. Check dan hoe groot dat is. Cool hè. Het is vandaag maandag, dus ze zijn allebei vrij. Ze staan lekker even buiten. We net kunnen zien bij de stapmolen dat ze de meneer aan het verbouwen zijn. Maar toen stond vooral even in de stapmolen en nu even lekker buiten met haar vriendinnetje. Morgen heeft ze al op de wei gestaan. Ze zal ook nog even lekker de hoefjes doen. Die brokkelen nogal snel af, helaas. De droge, warme weer. En, dan was dit alweer de maandag, denk ik zomaar. Bij ons zijn de paddocks nagenoeg altijd droog. Alleen Vrona heeft nogal brokkelhoefjes. En net heeft het enorm gegoten. Dus nu is het nog even nat. En dat is op zich eigenlijk wel fijn. Want dan kan ze even met haar voetjes... Nou ja, ze staat nu op drogen. Maar ze zou eigenlijk even met haar voetjes in het water moeten gaan staan. Nee, ja, die snapt het beter. Die denkt gelijk drinken. Dat is niet zo handig in jij. Je krijgt gewoon schoon water. Dat doet ze trouwens heel vaak in ja. Die drinkt ook in de wei altijd gelijk... Water uit de ton. Dat vindt ze veel lekkerder als uit haar drinkbak. Nou ja, het zou fijn zijn als Vroon even met de voeten in het water gaat staan. Omdat het gewoon beter voor haar is. Het is vandaag dinsdag. Vandaag heb ik met Tessa een video opgenomen. Een enorm pakket gekregen van Playmobil. En dat gaan jullie zondag zien. En morgen gaan we iets onwijs spannends doen. Ja, ja. Ik neem jullie morgen een klein stukje mee, maar ik ga ervan natuurlijk nog niet allemaal verklappen. Dus wie weet, weten jullie morgen ietsje meer. Ik heb net van Jeroen begrepen, je hebt een linker en je hebt een rechter voetje. Ik kan het niet mogelijk maken. Maar Vroon krijgt nieuwe schoenen. Dat is toch wel altijd fijn hè, dat we nog gewoon vakmannen hier in Nederland hebben, die dat gewoon kunnen. Ik kan het ook nog leuk vinden. Dan krijgt ze lekker nieuwe schoentjes. Dan niet ze het weer. Dan is wel lekker de wei op. Hé paard. Ik ga met Christine op stap. Christine is er echt klaar voor. Hallo. Zie je? Ik hang in de wachtstand. Precies. We gaan iets heel spannends doen. Ik kan jullie straks wel even een tipje van de sluier op laten lichten. Zo. Mijn paard wordt naar de wei gebracht. Ik hobbel er achteraan. Hé, jij staat al te wachten. Die dacht al, waar blijft mijn paard? Nou, je paard is hier hoor. Ja hoor, kijk dan hoe schattig.
Komt ze kijken. Oortjes naar voren. Ah. Dat is toch te schattig dit. Ja, Faro moest even nieuwe schoenen. Ook belangrijk. Die mooie schoentjes. Nou, dat is toch fijn als je komt dat er dan een heel welkomstcomité staat. Kijk dan. Daar is ze dan. Nou, kudde gevoel, hè? Mijn kudde is er weer. Ook al ben je dan maar met z'n tweeën, ben je toch samen een kudde. Op zich is dat natuurlijk wel een soort grappig. Ja, dan moet je wel opzij, anders kan ze er niet in. Ja, maar ik wil heel dichtbij zijn. Zo. Nou is het gevoel weer goed. Gaan samen lekker dingen, eten. Samen dingen doen. Ja. Echte vrouwen, hè. Heerlijk. Wij gaan naar bodem graven. Ik ben met Christine weer terug onderweg uit Bodegraven. Nee, we hebben niks gefilmd. We hebben namelijk de keuring gedaan van een pony. En de pony krijgen jullie binnenkort natuurlijk helemaal te zien. We gaan nu Tessaatje ophalen en die reactie ga ik natuurlijk filmen. Aanstaande zondag krijg je die nog niet te zien, want we hebben nog een andere video gepland staan. Voornamelijk omdat we natuurlijk niet wisten of ze goedgekeurd zou worden. Dus die week erop kunnen jullie allemaal zien welke pony bij Tessaatje gekomen. De wees een shop. Nou, ik heb een hoevenkrabber. Dan moet je hem wel bij je. Die moet niet zo ver naar voren gaan. Ga naar achter. Ik heb een hoevenkrabber. Ja. Dit is het normale borsteltje. Dan hebben we hier het wat hardere borsteltje. Voor als je hoefijzertjes hebt. Dan hebben we hier. En voor wie heb je dit allemaal gekocht? Voor mijn nieuwe pony. Juist, goed zo. Heb je goed gedaan. Dan heb ik hier zo'n... De volgende week zondag komt de video daarvan online, hè? Ja. Dan heb ik hier een hoevenborstel. Snoepjes. Dan kan ik een paardenmuffins bakken. Misschien moet je daar een aparte video van maken. Ja. Een bit. Een blok. Zoutblok. Het is niet zout, het smaakt naar appel. Oh, sorry. Appelsout. Nee, gewoon naar appel. Dan heb ik hier glitterspray. Ontwikkelen. Ja, laat maar zien hoor. Peeskapjes. Ietsje hoger, ja. Shetland peeskapjes. Ja, het is geen Shetland hoor, het is gewoon een zeepony, maar... Nog een bit. Ja. Even kijken welke past, hè. Ja. En een heel mooi dingetje. Die is lekker zacht en is heel schattig. Maar die moet je even passen. Je moet alles nog even passen. Ja. Oké, het is vandaag? Donderdag. En we gaan naar Leanne. Ja, we gaan met Leanne een buitenritje maken. Ja, mama op Corona en... Jij op je nieuwe pony of op Abby. Ja. Leanne gaat even op jouw nieuwe pony. En dan wisselen jullie halverwege om, denk ik. Ja. En ik ga gewoon op Corona. Het is vandaag donderdag. En die video zullen jullie ook binnenkort zien. Maar ja... Eerst natuurlijk de video van je nieuwe pony. Maar morgen krijgen jullie een andere video, een uitpakvideo. Omdat we natuurlijk niet wisten of de pony goedgekeurd werd. Mm-hmm. Maar goed, we gaan nu in ieder geval naar Leanne. Vandaag is de fotoshoot met Erna. Ja. De nieuwe pony gaat op de foto. Die laten we nog niet zien. Maar Tess is inmiddels in de merchandise gekropen. En Fabienne, die dacht ik kleed er even goed aan. En dit is dan het resultaat. En dat kan natuurlijk altijd nog beter. Ja. Pas nog meer? Ah, nee. Tess is nu een paspop in plaats van model. Ik vind het mooi, hè? Ja, ik denk dat ik even van heel dichtbij, want dan kan ik daar wel... kijk even naar me, lach zo, even. Ik heb niks meer. De mond is vol. Ja. Zo, nee, dat gaat goed. Zo. Auw! Check, kijk even naar me. Kijk, want dan kan ik hier namelijk de thumbnail van maken. Nee! Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Morgen. Morgen komt er een video online dat ik een Playmobil ga uitpakken.
Dus een eetbakvideo. Zo.